Ja. Tegelijkertijd, hè, dat gaat hier over het verbranden van hoofddoeken en de vrijheid om die niet te mogen dragen, wordt deze week ook geadviseerd. Dus door een vergadertafel, daar hebben we er nogal wat van in ons land, over racisme en discriminatie. Het zou goed zijn als we de hoofddoek toe zouden staan in ons land, Nederland, bij de politie. Ik zal dat absoluut afraden. Het is gewoon niet te doen. Dat zou nooit onder het mom van vrijheid mag verdedigd worden. Ik zeg niet dat, dat die hoofddoekenbeelden moet uit de straat. Maar nee, maar de politie... Ik zou zeggen, politie heeft een machtpositie. Een machtpositie hebben met een duidelijke ideologische symbool. Ik zou denken, als ooit een politie met een hoofddoek mij oppakt en weet dat ik Daria Safai ben, hoe neutraal is onze staat dan? Allee, hoe neutraal of hoe veilig ben ik in de handen van iemand die wel machtspositie heeft? Tenminste, ik zou zeggen, behouden onze neutraliteit in het Westen. Dat is minimum. Timon Diaz, hoe kijk jij er tegenaan? Je hebt de vraag al een beetje beantwoord. Het is iets waar ik zelf mee worstel, zeg maar. Het vraagstuk van een hoofddoek bij de politie. Ja. Je zou de zaak kunnen maken dat de islam misschien zelfs primair een juridisch systeem is. Een juridische religie met een eigen model voor staatsbestuur, een eigen model voor civiel recht. En dan zou je dus ook de zaak kunnen maken dat als een agent een hoofddoek draagt, dat ze een symbool draagt van een concurrerend rechtssysteem. Van een parallele samenleving. Ja, ik zeg niet dat het zo is, maar die zaak is best wel goed te maken. En dan vraag ik mezelf af, oké, wat zou dat met mij doen? Stel dat ik staande word gehouden door een agent met een hoofddoek. Wrijft dat dan? Komt dat anders binnen? Zou ik het überhaupt accepteren? Dat weet ik allemaal niet, maar ik voel wel echt dat dat een vraag is waar ik niet uit ben. Hoe is dat voor jou, Fina? Ik ben er niet voor. We hadden het net al even over Turkije. En dat zal zeker met mijn achtergrond te maken hebben. Daar was het jarenlang ook verboden om in de overheidsinstanties openbare gebouwen een hoofddoek te dragen in openbare functies. En dat is uiteindelijk met veel kritiek vanuit de seculiere Turkse gemeenschap. Is het nu wel toegestaan door het ook vaker, president hè? Erdogan. Je ziet het ook vaker. Ja, je ziet het heel vaak nu. Men zegt, je ziet nu ook veel meer vrouwen met hoofddoeken op straat, omdat ze geëmancipeerd zijn door de president Erdogan. Maar ik vind het anders wanneer een agent met hoofddoek loopt, of wanneer je wordt geholpen in een overheidsgebouw door iemand met een hoofddoek. Dat zou gewoon neutraal moeten zijn. En dat is helemaal niet, omdat je, waar het in Nederland al heel snel over gaat, heeft niks te maken met iets tegen de moslim. Niet tegen hebben. Iets, maar voor iets in dit geval. Juist, ja. Daria Safai, Iran, klinkt hoopvol.